gelijke Spaanse sangria kannetjes. Ja. Rond 1600 zijn ze gedateerd. Verguld zilver. Alles wat je vindt, heb jij voor het eerst sinds 400 jaar in handen. Dus ja, dat zijn dingen die echt bijzonder zijn. Ja. Wij zijn van duikclub Texel. Ja, een duikclub die wrakjes op de Waddenzee bezoekt. Om te kijken hoe de wrakken erbij liggen en kijken of we een stukje nieuwe geschiedenis kunnen ontdekken. De meeste tijd is het eigenlijk geen zicht, alleen af en toe. Nou, dan heb je echt de mooie dagen, maar dan is het grandioos. Van kotters of zo kregen we positie binnen, die is vastgelopen ergens. Dat is losgemaakt moet worden, dus de kotter vastzit. Dus dan kun je gelijk kijken van, nou, is het wat, is het niks. Dit soort schatten vinden we op de bodem van de zee. Dat zijn kleipijpjes waar ze vroeger in rookten. En ze doen het ook gewoon nog. Dus. Nou ja, dat besef krijg je later wat meer als je wat meer onderzoek gaat doen.